Nijmegen wil dat het logischer wordt om de auto te laten staan en daarnaast niet meer ruimte maken voor auto's. Dat zijn twee punten die dinsdag blijken uit de nieuwe mobiliteitsvisie van de gemeente. Wethouder Harriet Tiemens legt uit waarom voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer centraal staan. We hebben een nieuwe mobiliteitsvisie vastgesteld vanmorgen in het college en daar waren we hard aan toe. We hebben heel veel gedaan de afgelopen 10 jaar in de stad. We hebben natuurlijk de stadsbrug aangelegd, de oversteek. De S100 aangelegd, parkeergarages gemaakt. Knoop Neerbos hebben we helemaal netjes gemaakt en doorstroming verbeterd. Snelfietsroutes aangelegd, heel veel infrastructuur aangelegd. En ja, daar raken de mogelijkheden eigenlijk wel langzaam maar zeker op. En we hebben nog een paar opgaven te gaan, hè? Station Heijendaal en station CS. En dan moeten we de groei in de stad op een andere manier gaan faciliteren. Daar houdt het qua infrastructuur op. Dus de uitdaging voor de toekomst is dat we de groei van de stad, zowel in werkgelegenheid, in banen, als groei van inwoners, die allemaal van A naar B willen bewegen, dat we toch die bereikbaarheid van de stad op peil moeten houden en een goede balans moeten zoeken met de leefbaarheid in de stad. De voetganger is eigenlijk altijd een beetje onderbelicht geweest de afgelopen jaren. Die neemt nu weer een grotere plek. En we hebben onderzoek gedaan van, goh, wat doen mensen, hè? Hoe bewegen mensen? En dan zien we toch dat op de korte afstand toch zo'n kleine 30% mensen lopen. En we vinden dat we die looproutes best wat beter mogen faciliteren, hè? Dat we dat lopen echt mogen faciliteren met mooie looproutes en dan blijkt ook vaak dat dat dan ook snellere looproutes zijn en dat mensen dan ook wel weer genegen zijn om die beter te gebruiken.